Ik ben Raoul Oosterbrink. Ik sta hier vandaag als programmamanager van Quantum Delta. En Quantum Delta NL gaat over de toekomst voor de kwantumtechnologie in Nederland. Ik was hier sessieleider van hoe nanotechnologie, weer een ander technologiedomein, kan bijdragen aan de ontwikkeling van de kwantumtechnologie. Het gaat om hele kleine dingen, nano. En quantum speelt zich ook af op datzelfde vlak. Dus naast mij, en ik heb zelf wat verteld over Quantum Delta NL, dat is een groeifondsinitiatief met heel veel geld om de kwantumtechnologie in Nederland te stimuleren, heb ik dus ook een hoogleraar uit Twente via beeldverbinding gehad, die vertelde over zijn onderzoekslijn en hoe kwantumtechnologie wordt ontwikkeld aan de Universiteit van Twente en hoe nanotechnologie daar een bijdrage aan levert. En ik heb ook een vertegenwoordiger gehad van de Universiteit Eindhoven, van het Casimir Instituut al daar, die richt zich ook op de ontwikkeling van kwantumtechnologie en in het bijzonder fotonica, in relatie tot fotonica. En aan de basis ook daarvan staat de nanotechnologie. En zij heeft verteld hoe dat een wezenlijke bijdrage levert aan de ontwikkelingen al daar. En als laatste heb ik een spreker gehad die een bedrijf is begonnen op het gebied van de kwantumtechnologie. Het bedrijf heet Quantware. En die bouwt een processor, een quantum chip processor. Eigenlijk een basis voor de quantum computer. De quantum computer, dat is iets heel veelbelovends. Dat moet een hele, hele snelle computer gaan worden. Die allerlei berekeningen kan maken die wij nu niet kunnen doen. Die kan straks hele complexe problemen oplossen. Dus alom hebben we een hele boeiende sessie gehad met interactie ook van het publiek, met het publiek samen. Wij gingen wel op zoek naar, wat is kwantumtechnologie? Dat is nog vrij vaag. Wat kan het voor ons betekenen en hoe ziet vooral de kwantumeconomie eruit? Hoe kan een bedrijf in de nanotechnologie of aanpalend bijvoorbeeld inhaken op de economie van kwantum in de toekomst? Dus dat soort vraagstukken kwamen er voorbij en we hadden verschillende vertegenwoordigers in de zaal. Onder andere van de politieacademie die een vraag stelde: hoe kan kwantumtechnologie de politie helpen? Nou, dat soort wezenlijke maatschappelijke vraagstukken die zijn zeer relevant en kwantumtechnologie houdt zich ermee bezig, staat er nog ietsje ver van af. Maar goed, dat is ook de bedoeling van zo'n sessie, om elkaar te leren kennen, om het onderwerpen ook te leren kennen en te kijken wat kan het voor ons betekenen in de toekomst.